Suriname participeert in 30ste tussentijdse vergadering van CARICOM staatshoofden en regeringsleiders. Suriname zal participeren aan de 30ste tussentijdse vergadering van CARICOM staatshoofden en regeringsleiders. Deze belangrijke bijeenkomst vindt plaats in de periode 26 tot 27 februari 2019. Onder voorzitterschap van premier Timothy Harris in St. Kitts en Nevis. De president van de Republiek Suriname zal op deze vergadering worden vertegenwoordigd door de minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polak-Biegli, en een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van het Directoraat Nationale Veiligheid, de ministers van Buitenlandse Zaken, Handel, Industrie en Toerisme en de Maritieme Autoriteit Suriname, als ook vertegenwoordigers van SLM en Fly Always. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.